jongeren van nu. Een generatie grootgebracht in ongekende welvaart en technologische vooruitgang. Supermarkten puilen uit en ze hebben meer keuze dan welke generatie ooit. Maar door de consumentenmaatschappij zijn ze de binding met de natuur verloren. En dat hebben ze door. Ze willen geen groente meer op hun bord, die eerst de hele wereld overgegaan is. Dit is wat u te wachten staat. Ja, het is eigenlijk heel triest eigenlijk. Omdat we wel dat we als mensen wel op een punt zitten. Dat we onszelf beschouwen als heel erg geavanceerd en heel erg ver ontwikkeld. Dan zie ik eigenlijk dat we de meest belangrijke waarden, het voedsel waar we een dag mee beginnen, dat eigenlijk geen waarde meer heeft. Dat we dat overlaten aan machines. Er is een hele grote voedselschaarste op de wereld op bepaalde plekken. Dus het zou mooi zijn als we dat een beetje beter konden verdelen. Maar volgens mij ligt dat bij kleine initiatieven, bij kleine clubs, mensen die samenwonen. Eigenlijk is het terug naar de middeleeuwen, maar dan met de technologie van nu. Dit is Tegenlicht, de groene generatie. Een steeds grotere groep neemt de voedselketen weer in eigen hand. Waarom doen ze dat? En hoe geven ze dat proces vorm? Deze thee komt van een tuin in Holtebroek, die ik samen met drie mensen heb opgezet. Die is met een stichting op, Stichting de Stadstuiners. Het is een project die eigenlijk op een hele mooie, leuke manier laat zien hoe de stadse mens zijn voedsel lokaal uit zijn omgeving kan halen. Ja, ik denk persoonlijk wel dat we inderdaad de binding met ons voedsel zijn kwijtgeraakt, inderdaad. Er zijn wel heel veel mensen die nog steeds heel erg argwanend het aardappelschilletje van de aardappel afschrapen. Omdat ze eigenlijk niet weten dat de schil ook eetbaar is en hartstikke gezond is. Ik denk dat iemand die zou weten hoe die een aardappel moet groeien, een stuk rijker is dan iemand die een aardappel kan kopen. En het leuke is ook dat alle groentes die we hebben meteen direct uit de grond geoogst worden. Dus als we rucola oogsten voor de mensen of een kropje sla, dan wordt het meteen voor de ogen van de mensen wordt het afgesneden. Waardoor we gelijk dat weer kunnen gebruiken als een educatief voorbeeldmodel. En mensen ook gewoon aan kunnen wijzen, nou dat kropje sla wil ik of dat bosje rucola wil ik. Dus dan krijg je ook, het is gewoon best wel uniek. Ik denk dat het voor mensen die in deze tijd leven heel belangrijk is om zelfredzaam te zijn. Je kan wel vertrouwen op alles wat je in de supermarkt krijgt. Of bijvoorbeeld neem ook zoiets als energie. Je ziet in die hele tendens, groen is hip. Mensen vinden het fijn om de touwtjes zelf in handen te hebben. Zelf energie op te wekken door middel van zonnepanelen op het dak, door middel van een eigen windmolen, door middel van het samen met de buurt doen en door middel van het telen van eigen groenten. Er is een hele grote voedselschaarste op de wereld op bepaalde plekken. Dus het zou mooi zijn als we dat een beetje beter konden verdelen. Maar volgens mij ligt dat bij kleine initiatieven, bij kleine clubs, mensen die samen wonen. Eigenlijk is het terug naar de middeleeuwen, maar dan met de technologie van nu. Nou, wij hebben onze acties die we doen. Wij hebben onze guerrilla-tuin die we gaan aanleggen. Guerrilla farming, dat is in het geheim op plekken in de stad eetbare groenten planten, telen eigenlijk. Zodat de buurt die daar wat aan heeft. Door middel van het toepassen van guerrilla farming in de stad kan je mensen eventjes laten lachen. Zo van, daar groeit in plaats van een rozenstruik, groeit daar een broccoli of een courgette. Goh, wat leuk. En als je die mag meenemen, dan proef je ook gelijk het verschil tussen biologisch geteelde groenten en groenten uit de supermarkt. In plaats van rozen, courgettes, is gewoon ludiek. Mensen zien dat en op het moment dat mensen dat zien, zullen ze zich vanzelf af gaan vragen, goh, waarom hebben we eigenlijk overal maar rozenstruiken? Dat is in onze cultuur heel normaal dat wij dan bloemen of planten in. Hè, dat ziet er mooi uit, maar er zijn fantastische eetbare planten die je ook neer kan zetten. En waar de buurt, naast dat het heel mooi is, ook nog wat aan heeft.
hoe ik de ideale situatie voor me zie, is dat je als stadse mens, zeg maar, de keuze krijgt waarin je kan kiezen om naar een supermarkt toe te gaan, voor als je vies bent om je handen vuil te maken of omdat je een druk leven hebt. Maar dat je ook de keuze hebt om, zeg maar, in je omgeving lokaal je voedsel te gaan oogsten. Dus dat je een park ingaat met een mes en met een mandje. Dat je daar je snijbiet of je krop sla gaat oogsten. Dat je om de hoek van je huis gewoon wat takjes rozemarijn of wat appelbomen hebt staan. Dat je gewoon heel lokaal, dus niet lokaal weer naar een boerderij toe gaat. Nee, dat het echt voor handen ligt. Dus dat het gewoon zichtbaar is. If you devote your whole life to something like this, well then you have given your life for it. De bevlogen Amerikaanse professor Gary Fowler is bezig met een missie om onze biodiversiteit veilig te stellen. There's a use for this diversity, and that's to keep our agricultural system going. And without that diversity, it stops. Over veredeling, biodiversiteit en het bewaren van alle zaden ter wereld in een diepe bunker in Spitsbergen. De macht, het geld en de voeding van de wereld. Volgende keer in Tegenlicht, de strijd om het zaad.